70.000 fans wonen vanavond in het Koning Boudewijnstadion op de Heijsel een concert van de Ierse rockgroep U2 bij. Het eerste van twee concerten, want morgenavond treedt U2 nog eens op. De Ierse groep staat momenteel op het toppunt van zijn roem en brengt een nooit gezien spektakel. André Vermeulen woont het concert bij. Een magistrale entree maakte de vier van U2 op de tonen van Space Oddity van David Bowie. De 360-tournee van U2 begon in de zomer van vorig jaar rond de muziek van hun recentste cd. Maar gaandeweg is de groep meer gloednieuwe composities gaan spelen en ook meer U2-klassiekers. Voor ons in Werchter gemaakte podium is deze avond in België als thuiskomen, zei Bono. En hij bedankte ook uitvoerig de vele Belgen die deze U2-tournee technisch ondersteunen. Ook morgen speelt U2 in Brussel voor 70.000 man. Daarna volgen nog enkele concerten in Zuid-Europa. En volgend jaar verhuist het hele circus nog naar Noord-Amerika.